Goedemorgen, middag of avond. Wanneer u ook luistert, welkom. Wij blikken vooruit op de voorlaatste thuismatch van de reguliere competitie. Die van Cerkelen zag af naar de Bosuil en hopelijk luistert Mark van Bommel, want we gaan hier uit de doeken doen hoe wij de vereniging gaan vernederen. Mocht u tijdens de podcast gekrijs horen, dan komt dat mogelijks van... Bart de Vree. Of... Robbe Sels. Maar hoogstwaarschijnlijk is het toch gewoon van een babyfoon die hier naast mij staat. Dus in dat geval excuses. Dit is de Vierkante Paal, aflevering 251. Dag Robbe, dag Bart. Dag Bob. Dag Bob. Hoe gaat het met jullie? Goed, goed. Druk bij mij, met u. Ook druk, maar bij mij is dat gewoon het werk. Jij bent Antwerp gerelateerd druk bezig. Ja, dat klopt. Actie aan het voorbereiden voor de bekerfinaal. Dus dat kost wel veel tijd, ja. En dan nog werken gewoon ook. Dus, Ja, we waren net voor de opnames hier al een beetje aan het smalltalken. En je zei dat jullie heel druk bezig zijn, al even bezig zijn, waarschijnlijk tot een dag voor de finale gaan bezig zijn met 12, 13 man. Dan begin ik te denken dat er iets heel, heel graaf, iets heel speciaals aan komt. Je gaat het waarschijnlijk nog niet kunnen uitleggen, maar... Of willen uitleggen? Nee, en het ding is ook dat we zijn sinds kort begonnen met een soort van nieuwe methode. Vroeger tekenden we eigenlijk alles in... legden wij rasters van een meter op de grond en tekenden we eigenlijk een tekening over op de doek, zal ik maar zeggen. Ja. En nu zijn we begonnen met beamen van bovenaf. Maar ja, aangezien dat de eerste keer is op die manier... Ja, is ook wat zoeken, hoe en wat. Wat is de beste manier? Daarmee dat een Hans bij de vragen ook iets zitten van Robbe, de beste kruisjes zitten van de wereld. Dat komt omdat je elke keer een kruisje moet zitten om eigenlijk je punt te hebben waar je altijd naar moet kijken als je de doek over liggen. En de Hans is toevallig gisteren gepasseerd, dus vandaar de opmerking. Maar ik zeg het, dus die nieuwe methode kost wel... Ja, niet per se meer tijd, want ik denk dat hij in de toekomst sneller zal gaan. Maar voor de eerste keer is het wel wat zoeken, hoe en waar. Maar het is nauwkeuriger, ik zal het zo zeggen. Ja. En dat is het belangrijkste. En kun je al iets verklappen? Wat gaan we te zien krijgen? Of in welke stijl is het? Of gaan we echt gewoon wachten tot 30 april? Ja, wachten tot 30 april, denk ik. Fair enough, fair enough. Bart en u, alles oké? Okay? Ja, zeker en vast. Ik mag niet klagen. Dat het is ik, beter dan het weer. True, true. Zondag, Cerkelen. Misschien gewoon even statistiekjes. Sinds dat wij terug in eerste klasse spelen, hebben wij 7 keer gewonnen, 1 keer gelijk gespeeld en 1 keer verloren. En de laatste thuisverlies is in 2015. Dus in principe zou je dan zeggen, boah, ça va, hè, nummer... Wat is het, 9 of 10 uit de competitie? Ik weet het nu niet van buiten. Die gaan we pakken. Maar ik moet toch zeggen, ik heb daar toch een beetje schrik van. Hoe zit dat bij jullie? Ja, dat zijn meestal de gevaarlijkste wedstrijden. De wedstrijden waar je van denkt, die zouden makkelijk binnen moeten zijn. Nu langs een andere kant, met de overwinning van vorig weekend, met Alderweireld er terug bij is, heb ik er wel vertrouwen in. Dus... En je speelt thuis voor een 12e man, dus ik zie het wel goed komen. Nacht schijnt, opnieuw. Zelfs met Pasen. Ja, nochtans, bij mij in de groep zijn er toch heel veel gasten die hebben gezegd dat hun abonnement vrij is. Waaronder ik zelf ook. Mijn eerste wedstrijd van de competitie dit seizoen, dat ik moet missen. Dus ja, ik denk dat er toch wel wat volk er niet gaat zijn, maar... Aangezien dat de rest van de tickets uitverkocht zijn, denk ik dat het nog wel redelijk goed vol zal zitten. Ja. Enfin, ik denk dat het gevaarlijk zou kunnen zijn, omdat Cerkel eigenlijk, zeker sinds dat Muzlic zeker de coach heeft overgepakt, vind ik dat een heel gevaarlijke of verraderlijke ploeg om tegen te spelen. Bart, wat is uw take? Ja, het is vooral een ploeg die met veel intensiviteit speelt, hè. Een beetje wat het Union-achtige. Hoog druk zetten, hoog tempo, de bal snel vooruit spelen. Ik denk dat we er vorig jaar meer last mee hebben gehad, of zouden hebben gehad, dan dit jaar. Als ik zie hoe dat wij nu tegen Union
als manager hebben goed kunnen staan en ook de betere ploeg waren in de halve finale van de beker, denk ik dat dat ons nu veel meer gaan liggen. Dus ik heb er geen schrik van. Maar en zeker niet met, zoals dat Robin het ook zegt, met dat alderwereld die terug is, dan maakt een groot verschil toch. Ja, sowieso. Maar is Union voetballend niet beter? Is Cercle en niet vooral lange bal, veel lange ballen en er, ik ga niet zeggen gelijk kiekjes zonder kop achteraan hollen. Er zit wel een idee achter, maar inderdaad, heel veel pressing. Maar het is vooral met snelheid proberen te maken op die hoge ballen. En hoe gaan wij daarmee omgaan? Ja, we hebben er twin towers van achter staan. Hè. Met Pacho en Alderwereld. Dan denk ik dat het niet slim van zou zijn van Cercle voor met een hoge bal te gaan spelen. Ja, die hebben natuurlijk die een Denki. Ja. Of zou Ueda spelen? Dat weet ik dan eigenlijk niet. Ik denk de laatste week dat Ueda vooral speelt. En ja. Ik moet wel zeggen, ik heb de afgelopen wedstrijden herbekeken er straks een stukje ervan. Mm-hmm. En het viel mij wel op dat hij heel goed in de diepte duikt. Dat hij juist weet waar hij juist moet staan. En dat hij ook wel winnen is. Dus ik vind dat toch wel gevaarlijk. Maar tegenover een Alderweireld en een Pacho zie ik dat wel gewoon goed komen. En zijn er nog spelers waar we over moeten oppassen? Een Sique, een Somers? Ja, ik vind Sique wel een goeie. Het valt mij heel hard op dat hij de juiste pas kan geven. Dus dat hij de balken perfect tussen de lijnen kan spelen. En die heeft ook een goede traptechniek. Dus Sique vind ik wel een gevaarlijk speler. En Somers is zo'n speler waar dat je eigenlijk... ik vind dat geen supergoeie speler, maar dat is wel een speler die elke week wel ergens een wedstrijdje speelt, snap je? En, en ook zo wat die vechtersmentaliteit. Dus ja, ik vind dat ook wel een van de gevaarlijke. Bart, wie vreesde jij nog of moeten we er eigenlijk weinig vrezen? Ja, Sique vind ik zelf ook een hele goede speler. Ik had hem feitelijk ook wel graag... ik vind dat hij redelijk... gemakkelijk deze winter ineens van Duitsland naar Cercle is gegaan. Dus ik vind dat een speler die toch wel nog hoger kan mikken. Ja. Dus die zou bij ons nog niet meer staan, vind ik. Ja, ik dacht ook altijd dat ik was van de week op het werk met een collega aan het babbelen en dat is een Cercle fan. En ik was zo bezig aan Hotic. Maar blijkbaar zit Hotic al een paar matchen op de bank. Die doen niet meer mee. Weet je daar iets van? Want ik volg Cercle eigenlijk te weinig, om niet te zeggen niet. Nee, ik denk dat je met voetbal dat die spelen, dat je soms gewoon wel wordt overgeslagen. Ja. En dat daar komt, dat een trainer zoiets heeft van, die heeft niet zijn nut in dit systeem. Dat is wel een goede voetballer, maar ik denk dat je gewoon in het huidige systeem van een trainer bij Cercle niet past. Ja. Wie we niet moeten vrezen zijn De Man en Miange. De eerste gekwetst, geschorst en andere geblesseerd. Bij ons dacht ik, verbetert me als ik niet volledig ben. Gekwetst bij ons Gerkens en Valencia, sowieso oud. Engels en Miyoshi trainen voorlopig, maar zijn nog zeker niet inzetbaar. En Ekkelenkamp twijfelachtig. Vergeet ik dan nog iemand? Nee, ik had wel precies ergens gelezen dat Alderwereld wat vroeger van het trainingsveld was gegaan, dacht ik. Ah, en Mouya ook, juist. Maar dat de wedstrijd van zondag sowieso niet ingedrenkt werd. Dat gewoon wat het voorzorg is. Ik denk dat dat ook iemand is die gewoon zijn lichaam heel goed kent met zoveel jaren op zo'n hoog niveau te spelen. Dat je zoiets heeft van, ik voel hier iets... Ja. Ik kan even geen risico pakken, dat laten verzorgen en de volgende dag er terug tegenaan kunnen. Ja, zeg maar, Robbe. Ik heb toevallig nu vandaag naar een andere podcast geluisterd, waar de Alderweireld de gast was. En daar vertelde hij inderdaad dat hij vooral voelt, dat ook de reden is waarom hij bij de Rode Duivels is gestopt, dat hij vooral voelt aan zijn lichaam dat wat moeilijker begint te gaan. Dus... Ik kan u er wel in volgen, Bart, dat Alderweireld zoiets heeft van als hem iets klein voelt, dat hem zegt van ik zal maar van het veld gaan voor
gewoon puur uit voorzorg. Dus, allee, ik kan erin komen. Ja. Ja, en dan moet ik gelijk de Royal Lad geruststellen, want die vroeg op Twitter, kan iemand ons geruststellen over Jansen? Maar voor zover ik weet, is Jansen back in full force. Toch? Ja, en blijkbaar na de training ook nog waren er een hele hoop kinderen aanwezig en nog handtekeningen en foto's nemen en noem maar op. En hij had hem ook wel een paar keer bevestigd dat hem zondag sowieso van de partij zou zijn. Dus is wel gekomen. Goeie nieuws. Ja, voilà. Met wat we nu dan allemaal weten, wie dat er wel en niet bij is, kunnen jullie de ploeg dan eens zetten hoe dat we zouden moeten spelen zondag? Of wat voor jullie de beste ploeg is om te spelen zondag? Voor mij sowieso het Buté in doel. Ik neem aan dat Bart ermee akkoord gaat. Dat is echt wel het gemakkelijkste, denk ik, van al. Ja. Ik zou van achter spelen met Bataille op rechts, centraal Pacho en Toby en links Avila. Om de simpele reden dat ik heb gemerkt aan cirkelen dat die toch wel wat gaten laten steken op de tegenaanval. En ik denk dat je met Bataille en Avila wel de perfecte gasten hebt om een beetje op de counter, als ze eruit komen, erover te gaan. En ik denk dat je dat met de laat minder hebt, plus de laat, ik weet niet, de frustraties zijn er te vaak, vorige week ook weer al. Dus ik kies liever voor Avila dan de laat. Ik weet niet wat jij denkt, Bart. Ik volg je helemaal. Ik ben ook gewoon een grote Avila-fan. Ik vind ja, de Argentijns temperament... Zelf bikkelhard zijn, maar aangeraakt worden en dan neergaan en roepen alsof dat hem de opera van Evita aan het zingen is. Ik vind dat hilarisch voor te zien. En ja, die heeft ook gewoon een goede lange bal. En ik denk inderdaad, gelijk dat je zegt, als die zo, dat er wel wat ruimte dan komt, als je dan snel de bal kunt heroveren via die kan doorsteken naar. Naar Jansen en dan met ons flankje kan er wel eens ineens zo op 5 seconden tijd en na 3 passen heel door gaten worden getrokken. En dat is wel een kwaliteit dat Avila heeft voor die lange bal en zo te geven. Ja. Op middenveld, aangezien dat Ekkelenkamp twijfelachtig is, neem ik aan dat een driehoek Keita, Vermeeren, Stinks zal spelen. Ja. Zo had ik het ook in gedachten. Ja, het is ook niet dat je nog veel wisselmogelijkheden hebt. Hè? Het is niet dat Haroun hier ineens zal staan, neem ik aan. Youssef, dat is echt wel zoiets. Ja. Die is terug. Ja, dat is waar. En toch denk ik dat ik Keita ga laten staan. Hoewel dat je eigenlijk zou moeten kunnen denken van, het zijn nog een paar matchen, Keita is een huurspeler, Youssef is een van ons, die gaat waarschijnlijk volgend jaar nog bij ons spelen, laat hij misschien al wat spelen met Vermeeren. Maar Keita is wel heel goed bezig, vind ik. Maar in die redenatie zouden dan ook Stinks op de bank moeten zitten, Kerk op de bank moeten zitten. Ja, maar daar Pacho geen, vertrekt ook. Daar hebben geen dingen voor, hè? Daar nee, veel minder. Veel minder mogelijkheden voor. Voor Pacho zou nog kunnen zeggen van een bos, maar dat vind ik nog wel veel te vroeg. Maar voor Stinks en Kerk hebben gewoon voor het moment weinig of geen wisselmogelijkheden. Dus ja, laat ons dan uitgaan Vermeeren, Keita, Stinks, de flanken. Niks gehoord van Moya, die wel vroeger moeten stoppen, maar Moya, Balikwisha, Kerk, 3 man voor 2 plaatsjes. Ja, ik had in mijn hoofd om links met Moya te starten, centraal Jansen en rechts met Kerk en Balikwisha op de bank. Om de simpele reden dat ik vind dat Moya eigenlijk zijn vechtlust, je kan dat wel appreciëren. En ik heb het gevoel dat Balikwisha niet zo goed in zijn vel zit. Ondanks dat ik Balikwisha wel technisch begaafd en een betere voetbal vindt in principe. Sowieso. Maar de laatste weken komt het er niet uit. En ik heb het gevoel dat Moya wel gewoon zijn wedstrijd probeert te spelen. En ook speelt ten opzichte van een Balikwisha. Die zit een beetje in een slechte flow, ik zal het zo zeggen. Dus ja. Ik zou Moya zetten op links. Ja, ik doe mee, denk ik. En jij, Bart? Toch Balikwisha of? Nee, ik zou ook voor Moya gaan... volgens mij was hij niet geblesseerd met de training in de week. Je moest even invallen op onze collega, zijn werk, de Ziggy. Want de Ziggy wou graag een terrasje gaan doen. En dan,
Dat doet de Ziggy nogthans nooit. Oké, ja, dan staat die ploeg daar. Was nog wel een vraag en ik ga ze even proberen even op te zoeken. Ik denk dat het van Stijn van den Einde was. Nee, het is van Jerno Voets. Zou het gevoel binnen de groep leven dat de komende 3 matchen puur oefenmatchen zijn, nu de kwalificatie voor play-off 1 al zeker is? En zo wat decompressie van play-off 1 binnen de bekerfinaal, we kunnen zo even ademen. Is dat een gevaar? En is dat, een mogelijkheid om het gevaar te laten zijn met een coach als Mark van Bommel? Ik denk dat absoluut niet. Ik denk ook dat het voordeel is dat we nog altijd wel wat achter staan op Union en Genk. Hij toch zeker van puntenaantal, van niveau nu niet, vind ik. Waardoor dat ja, elk punt dat je nu pakt, en liefst de 3 natuurlijk, dat je wel de mogelijkheid hebt om dichter te sluipen. Bijvoorbeeld, ja, vorig weekend was dat ideaal gespeeld, vrijdagavond. Je pakt die 3 punten. Je had een druk licht bij Union en Genk dan. Dus ik denk nu is het dan zondagmiddag. Dan is het iets anders. Dan ligt bij meer de druk bij jezelf misschien. Maar ik kan moeilijk geloven dat er iets van decompressie gaat zijn. Zeker inderdaad met een trainer als Van Bommel. Ik denk dat je dat niet zal aanvaarden. Ik was vorige week zondag zo wat pissig, omdat zowel Union als Genk in de laatste minuut hadden gescoord. Dus in plaats van een gelijkspel, een overwinning. Maar ja, eigenlijk hadden wij juist hetzelfde gedaan. We hebben ook in de 85, denk ik. 85 of 88ste minuut of 83. Enfin, ja, dus het was een beetje selectieve verontwaardiging van mezelf. Misschien nog om de match tegen Cercle wat af te ronden. Nog een pronostiekje misschien? 3-1. Toch geen clean sheet? Nee, omdat ik het gevoel heb dat Cercle wel een ploeg is die met een moment er gevallen kan uitkomen. En ja, er moet af en toe zijn tegendoelpunt vallen. Allee, liever niet, maar ik denk wel dat Cercle een ploeg is. Meer dan bijvoorbeeld vorige week Zulte Waregem. Die een goaltje kan komen maken. Allee, of kan maken tegen ons. Ja. Omdat ze ook wel, ik zeg het, ik vind ze wel gevaarlijk op een tegenaanval. Ze hebben enkele technische en goede spelers. Dus ik zie die wel scoren. Ik zou liever hebben van Imar. Ja. En Jansen Jaster 3 binnen. Hopelijk. Dat zou schoon zijn. Bart? Ik kom van een 4-2. 2 zelfs dan nog. Ja, omdat. Ja, dat is aanvallend op zich wel een sterke ploeg. En ik denk dat dat een wedstrijd gaat zijn waar er heel veel ruimte gaat zijn, hoog tempo. Ik heb zo het gevoel ja, dat gewoon een goede wedstrijd zijn. Veel doelpunten, veel kansen, maar winst voor ons. En Vermeer is een eerste goaltje. En die 2 assists die hem feitelijk panklaar legden vorige week, maar die niet werden afgewerkt. Dat gaat nu wel gebeuren. Dus een goal en 2 assists voor Vermeeres. Dus de man van de match is nu al bekend. Ja. En dan gaat de Bob voor de 5-3, denk ik. 3-1, 4-2, 5-3. Nee. Ik ging eigenlijk 4-0 zeggen, maar kom, 5-3. Daar hebben we aan een 5-3 hebben we schoon herinneringen. Alle chance zitten we hier niet met 15. Met ja, dat is dat. Ja. Hebben jullie al gestemd voor het doelpunt van de maand? Oh, ik vond eigenlijk wel een moeilijke keuze deze keer. Echt, hoe makkelijk was dat? Zeg. De rest waren allemaal van die... Voor diegenen die dat nog niet hebben gezien, hè, nummer 1 was de goal van Jansen tegen Union, de vrije trap. En dan de rest waren eigenlijk allemaal ja, binnenleggers. Hè. Ja, die laatste van Kerk nu niet, dat was nog een schone rush. Maar de rest waren allemaal zo ja, van binnen als 2 meter om naar de goal vlammen. Ja, de indeling is eigenlijk ook niet zo goed, want je had beter eigenlijk de goal van Jens helemaal op het einde gezet, want dan bouw je een beetje op. Maar nu dacht je al na de eerste goal van, oh ja, dat zal ze wel worden. Dus. Ja, beter dan dat wordt het niet, hè. Nee. Ja, ja en ook gewoon de emotionele waarde aan die goal, hè. Ja, dat ook wel.
Ja. Dat is een knappe goal, hè, sowieso de knapste ertussen. Maar ik vind dat geeft zo nog wel een extra dimensie dat zo de goal was, waar dat het feitelijk allemaal terug het spel eenmaal open lag. Maar het sloeg mij zo wat tegen. Hebben wij in maart geen ja, we hebben die match tegen KV Mechelen, waar we er 5 maken. Ja, dan tegen Zulte waren niet zo fantastisch schone goals. Charleroi hebben we niet gescoord. Hebben we dan nog een matchje gespeeld? Ik ben even aan het denken, want ik vond zo de... Nee. Die van Jansen is fantastisch, maar die andere was allemaal zo... Een beetje met armoei. Dat is gewoon omdat ze moeten opvullen, hè. Dus... Ja. Serijn wij nog gehad. Ah, dat is waar. Jansen en... En Ekelenkamp. En Ekelenkamp. Maar Ekelenkamp, dat was ook zo'n binnentikker, zeker. Ja, dat is een voorzet en die devieerde vlak voor de goal, denk ik. Ja. Ja, dan vond ik die van Jansen eigenlijk nog schoner. Maar wat, ik denk dat we ervan uit kunnen gaan dat Jansen de prijs wel zal krijgen. Nog een vraag die bij ons in de WhatsApp-groep zo kwam. We hebben 2 weken of 2 matchen zonder Jansen moeten spelen en gevoeld dat. Maar we hebben begin dit jaar of dit jaar een spits weggedaan die we beter eigenlijk blijkbaar gehouden. Hè? En Mega. Wanneer is die vertrokken? Is die begin van het seizoen? Of begin van het seizoen nog. Blijkbaar heeft die is wel redelijk op dreef. Sturm Graz speelt hij zeker, als ik me niet vergis. Ja, klopt. En als ik het goed heb opgezocht, want ik moest dat straks heel rap even zoeken, 28 duels, 9 goals, 4 assists. Dat zijn natuurlijk geen waanzinnige cijfers, maar ik had die wel graag nu op de bank gehad, nu dat Jansen er niet bij was. Al schat ik die competitie nog wel een pakje lager in dan de Belgische competitie. Jij bent meer kenner, Rob. Ik kan u blindelings vertrouwen. Ik heb geen idee hoe dat daar... Hoe competitief dat die competitie is. Ja, allee, ik denk dat je dat een beetje kunt vergelijken met... Allee, mijn ogen, hè. Mijn ploeg als Cirkelen of KV Mechelen. Ja. En als je er dan 9 binnen ligt op een seizoen... Ja, dat is niet slecht, hè, uiteraard, maar... Dat is niet van hetzelfde niveau als een Antwerp, dus... Ja. Het valt ook vooral op, omdat hem gewoon de laatste 4 matchen... Scoort hem 6 keer, geeft hem een assist. Is hem er wel precies eenmaal aan het bovenkomen daar. Ja. Dus, ik vind dat gewoon wel een beetje raar, want we hebben die dan vorige winter gehaald voor... Op transfermarkt zeg ik iets van een 2 miljoen. Ja, en een half jaar later, na... 22 speelminuten al terugverkopen voor 1,5 miljoen. En die speelminuten waren volgens mij op Leuven, denk ik. Op Leuven onder andere. Dat was zijn eerste invalbeurt. Toen we moesten winnen voor het play-offs te halen. Ja, heel snel, dat weet ik nog. Maar voetballend kan ik me daar niet zo... Ik kan me daar geen acties of zo van herinneren, of spectaculaire matchen. Of... Maar ja, op 22 minuten kunnen... Dat is waar, maar op 22 minuten zouden we wel kunnen laten zien dat je bijvoorbeeld goede voeten hebt of zo. Ja, dat klopt. Ik onthou vooral dat hem heel snel was. Dus, nou ja. Enfin, dat is altijd natuurlijk achteraf makkelijk gezegd, van gaat hij moeten bijhouden. We hebben ook heel erg staan roepen van Vrij had moeten blijven, maar die nog altijd niet gescoord, zeker in Duitsland. En die speelt dat toch redelijk veel. Ja, 1 assist, denk ik. Oké, en in Duitsland natuurlijk komt er wel sterkere ploegen tegen dan in België, maar toch. Plus, Schalke doet ook niet mee aan de top. Die scoorde daarvoor ook niet superveel. Dus ja. Ik kan daar natuurlijk ook wel een beetje mee te maken hebben. Maar... Ik ben wel eens heel benieuwd wat hij volgend jaar terugkomt. Niet volgend jaar. Binnen 3 maanden staat hij terug met zijn voetbaltasje bij ons. Hoe gaat dat zijn? Hoe gaat hij ontvangen worden door de ploeggenoten? Hoe gaat hij ontvangen worden door de supporters? Wat gaat er gebeuren? Is hij onmiddellijk terug een nieuwe ploeg zoeken? Gaat hij zijn eigen toch terug in de gratie proberen te spelen? Ja. Dat gaat een heel vraagstuk worden. Vooral hoe het ziet hij binnen de spelersgroep, denk ik. Ik denk dat op zich wel meevalt. Ik denk dat
Allee, ik heb altijd het gevoel dat zo de spelers dat nogal redelijk snel vergeven wordt of zo binnen het voetbalwereldje. Ik vind ook. Ja, ik denk ook dat spelers elkaar wel snappen. Zo van, oké, die speelt weinig, die heeft een hele te duchte concurrent op zijn positie, dus dan kies je voor speelminuten. Hey, wij denken dan, allee man, blijf dus bij de schoonste, graafste, tofste, bangelijkste ploeg van het land. Ja, en je laat ons in de steek. Je laat ons in de steek en allee, wat doe je nu? Maar die jongen wil waarschijnlijk gewoon spelen en denk dat zijn medespelers dat wel snappen. Denk ik. Het zal er allemaal van afhangen wat dat je haalt. Hè. Ik denk ook, binden nu zonder hem de prijs of prijzen, dan gaat dat minder erg zijn. Maar valt bijvoorbeeld, hout vasthouden in de playoffs, de eerste match Jansen eruit, je komt nauwelijks nog tot scoren, en je hebt het heel moeilijk, ja, dan gaan die ook wel denken, ja, Freeman, deze had jij wel kunnen doen. Hè. Ja. Dus. Maar tegen dan maar ik denk inderdaad, misschien in de spelersgroep is hij toch wel iets anders. Die weten ook, ja, die zien dat gewoon van het rennen. Ja, dat is hun job, hè. Ja. Ja, en ook bij de supporters, denk ik, als die zou terugkomen en die speelt twee goede wedstrijden, maakt twee goals, dat de supporters snel gaan vergeten, denk ik. Maar stel je voor dat dat uitblijft en dat zo wat tegen zijn goesting is, ja, dan is dat natuurlijk een andere situatie. Dan schuiten we mut. Ja. Bart, je liet het daarnet al even vallen. Wie gaat er komen? Ik vind dat heel vroeg, maar er zijn nu al heel veel geruchten. En niet zo weer maar wat geruchten, maar ook al spelers in de rear komen die al zouden willen tekenen en... ik wil er gewoon drie opwerpen. Je hebt die Zweed, die Ondrejka. Daar is heel veel rond te doen. Ik hoorde al links en rechts dat het op punten en commas na rond was. Maar blijkbaar heeft hij zelf in de Zweedse persschool, Robben. Dank u. Blijkbaar heeft hij in de Zweedse pers zelf ontkend dat er contact zijn, dat weet ik niet. Ik lees geen Zweedse pers, maar dat er blijkbaar toch al... ontkend wordt dat die zou komen, of hebben jullie er iets van horen waaien? Ik heb gehoord dat hij wel op de club is geweest en een gesprek heeft gehad en de faciliteiten heeft gezien en wel onder de indruk was van het verhaal, het project en de faciliteiten, maar dat er nog geen akkoord was. Dus, is toch, ja, is dat niet vroeg? Voor die binnentaal bedoelen. Ja, of dat er gewoon nu al, dat die nu al zo spelers naar hier aan het halen. Ik verwacht altijd dat het zo in juli is. En toen was het eind maart. Ja, op zich denk ik dat wel niet zo slecht is. Want vroeger begonnen ze veel te laat, dat je nu op tijd begint. En ik denk dat je met je complex dat je nu hebt rondom Bosuil, dat je wel kunt uitpakken, om het zo te zeggen. En dat wel iets is waardoor een speler zou zeggen van, oh ja, ze zijn hier wel al iets aan het bouwen, dat wel overtuigend kan zijn. Dus ik begrijp langs de ene kant wel dat hij komt, maar en is dat te vroeg, ja. Allee, ik denk dat Overmars gewoon ook iemand is die heel snel gaat handelen en heel snel kijkt naar het volgende seizoen en al snel iets op papier wilt zetten en spelers vastleggen, zodat dat hem in de zomer niet last minute moet gaan zien van... Ah, ik moet daar of daar nog iets gaan halen. Ja. Ja, en het is ook... Ik had ooit ergens eens gelezen van een technisch directeur in Nederland. Ik weet niet meer juist welke club dat was. En die zei feitelijk, de moment dat je een speler gaat halen, moet al beginnen met een shortlist samen te stellen van mogelijke vervangers. En zowel van directe vervanging, stel je voor dat hij een langdurige blessure ineens oploopt, als potentiële jonge gasten die ook op die positie kunnen spelen en misschien zelfs beter dus, nog zijn. Dus eigenlijk is zo'n technisch directeur, Mark Overmars, de Condé, al die andere Charles, die zijn eigenlijk nu al bezig voor de ploeg voor binnen...
2 jaar. Een jaar of binnen 3 jaar. Ja. Ja. Alright. Een andere naam die genoemd wordt, een linksbenige centrale verdediger. Ik ga proberen zijn naam juist te zeggen. Kouana Anton Kouadiou. Een linksbenige centrale verdediger. Ja, Pacho die vertrekt, dat is een 1-op-1 vervanging, een 22-jarige jonge gast. Oké, het is geen linksbenige, maar we hebben nog een jonge gast met potentie op centraal, zijn van een Bos. Is dat te vroeg om die volgend jaar voor de Leeuwen te gooien en daar proberen met Alderweireld een duo van te maken? Want je hebt ook nog Engels, hè? Ja, ik denk, het is een dubbele. Het is misschien voor Van den Bos wat te veel voor ineens daarop te rekenen, dat hij misschien wat te veel druk op zijn schouders is. Zeker ook omdat je als centrale verdediger ook wel in een kwetsbare positie staat. Ik bedoel, een flankaanvaller, als die is, als een bal een paar keer verliest, dan is... Ja, geen ramp tussen haakjes, er komt niet direct gevaar van het, terwijl bij een centrale verdediger wel. En ook als je mee wilt spelen op meerdere fronten, is het toch wel belangrijk voor er nog iemand extra te hebben. Hm. En onze andere centrale verdediger die al een jaar oud is, ik hoop voor Engels dat het nog in orde komt, maar ik heb er mijn twijfels bij. Ik keek ook heel bedenkelijk, Rob, met de naam Engels. Ja, ik vind dat dat zo'n verhaal is dat geen eind lijkt te hebben. En ik denk dan ook dat je beter gewoon iemand anders kunt gaan zoeken. Misschien met hetzelfde soort van, moet ik het zeggen, hetzelfde type als Engels. Iemand met veel ervaring, iemand die met redelijk wat ervaring. Iemand die je van achter kunt zetten naast Toby Alderweireld, omdat ik vind dat van achter is toch wel een belangrijke positie. En Pacho deed dat wel goed, maar als je daar nu een ervaren verdediger kunt naast zetten, dat moet niet per se een zin van 32 jaar, maar iemand van 6, 27, dan lijkt mij dat wel misschien een betere oplossing dan direct Zeno van den Bos voor de Leeuwen te gooien. Ja. Nog even over Zeno van den Bos en het is een spandoek waar ik een foto heb van gezien. Dus Robbe, misschien zeg jij dan even de man die het kan zeggen. Er is een spandoek gesignaleerd op de Bosel en daarop staat Zeno is a Red, Red Alliance fanclub. Is dat een spandoek voor Zeno van den Bos of is dat... Ik heb er totaal geen idee van. Ik heb dat vorige week op Zulte Waregem, maar ze zijn de eerste keer aanwezig. En ik ben er speciaal nog naar gaan kijken, want ik zag dat zo wel een beetje van opzij en ik kon niet zien hoe ze wat erop stond. En ik heb de tekst inderdaad gelezen, maar... Ja, ik had geen idee. Is dat nu voor Zeno van den Bos of is dat voor iemand die in Spanje woont en een vriend die er een spandoek voor wil maken of zo? Ik heb totaal geen idee. Dus, is dat iets waar jij zo tijdens matchen op let? Van, ja, een graven spandoek? Ja, sowieso. Ja. Eerlijk gezegd ben ik soms op de wedstrijd meer bezig met alles rondom de wedstrijd dan de wedstrijd zelf. En kun je bijvoorbeeld van een tegenpartij zeggen van graven spandoek, graven tifo, ja, graven... Zeker. Zelfs van ploegen gelijk Brugge, Beerschot... Ja, maar Brugge die doen geen graven dingen, dus... Nee, maar als dat echt zo zou zijn, dan zou ik dat ook gewoon durven zeggen, maar... Ja. Dingen is gewoon, op Club Brugge bijvoorbeeld, werken ze heel veel met van die papieren. Die maken heel... Zelfde eigen grote tyfo's, dus alleen met de hand geschilderd. Op het kiel worden heel vaak die doeken dat ze daar hebben, tyfo's, die zijn vaak gedrukt. Ja, dan is dat voor mij al gewoon niet goed. Allee, dat is niet hoe ik de voetbalbeleving zie. Dus... Ja, het is meer DIY. Je hebt zelf iets zelf getekend, zelf ontworpen. Zelf, ja, voilà, zoals een standaard, zoals een Charleroi doet. Racing Genk, er zijn veel clubs die dat doen, maar. Nu juist onze twee grootste rivalen, om het zo te zeggen. Ja, die doen eigenlijk het minste, dus... Maar ik zou dat kunnen zeggen, stel dat morgen Anderlecht een grauwe tifo doet, dan
dat gebeurt ook dat bij ons in de WhatsApp-groep, dat wordt doorgestuurd. En dan met een grave actie of zo, dat durven we zeker te doen. Ja, oké. Dan nog één naam die vandaag bij ons in de WhatsApp-groep gedeeld werd, mogelijke interesse van de club. Adama Boyan, 18 jaar, een spits uit Gambia. En dan twee grappige dingen. Zijn bijnaam is de Gambian Hurricane. Dus ik neem aan dat die jongen snel zou kunnen lopen. Maar vooral de ploeg waar hij nu speelt is Steve Biko FC. Ja, fijn. Ik weet niet wat er van aan is. Ik weet zelfs niet meer welke site dat was. Maar ik las al wel dat Napoli en Tottenham er ook achter zitten. Dus het zou me verbazen mocht die jongen dan voor ons kiezen. Ik denk toch... Een gast uit 18, uit met alle respect gezegd, een Afrikaans land, waar dat ze ineens, die kunnen ineens naar Italië of Engeland, wat zou die dan in België nog komen? Ja, maar langs de andere kant heb je in België misschien wel meer de kans om speelminuten te krijgen ten opzichte van Engeland of Italië. Maar langs de andere kant dan weer, is leven in Italië of in Engeland voor zo'n gast wel meer... Ja, aanspreken dan voilà, naar België te komen, inderdaad. Ja, dat is dat. Enfin, ja, dus Andrejka ontkent het zelf. Anton Kouadiou weten we niet. En Boyan speelt bij Steve Biko FC. En dat is grappig op zich. nog een paar kleine dingetjes. Hebben jullie Antwerp-Antwoord al gezien? Ja. Ik nog niet. Wat vond jij ervan, Robbe? Ik vond ze wat... droog eigenlijk. Met die het was met Keita en met Vermeer. Ja, je merkte wel dat er een goede band is tussen de twee en dat ze zo wat onderlinge mopjes, inside jokes aan het maken waren. Maar het was inderdaad zo wat droog. Ik denk dat, ik vond dat met Zeno van den Bos trouwens ook, dat mijn hele bataille dat zo een beetje te... Ja, ik zou dan liever bijvoorbeeld een Alderweireld zien met een Arthur Vermeer, waar dan een Alderweireld zo wel een beetje het woord pakt en zo wat... Ik denk dat zo'n combinatie beter kan zijn dan zo twee jonge gasten bij elkaar, omdat die zo wat verlegen, zo ingetogen. Ja. Dus. Ja, het beste blijft natuurlijk, ze zijn begonnen met Richie en Vincent Janssen zeker. Ja, maar Toby moet ook nog komen, dus. Met wie zouden ze die dan koppelen? Misschien met Pacho, maar dan moet hij in Spaans zijn. Dus, dat verwacht ik niet. Net is dat, denk niet dat Alderweireld nog veel Spaans spreekt eigenlijk. Hij zei in Shotcast dat hij wel op het veld communiceert in Spaans. Ah, als ik het goed begrepen had, ja. William Tranquillo. Zo, van ja. Oh, en misschien nog het beste van allemaal, heb je de bataille blooper al gezien? Schitterend. Leg eens even uit, Bart, voor de mensen die het nog niet gezien hebben. Van, dat is gefilmd van het... Tribune 1, maar dan langs de kant van de straatkant. En ze zijn volop bezig met de training. En er staan allemaal zo van die... fake mannetjes. Maar dat is fake mannetjes, inderdaad, langs de kant. En Bataille neemt... er komt een bal en... Hij moet afdraaien en hij loopt los tegen een van die fake mannetjes en tegen de grond. Dus hilarisch voor te zien. Ja, het is echt. Maar hij loopt er echt wel, sorry Jelle, maar heel loemp tegen. Ja. Heb je dat al gezien, Robert? Nee, niet gezien. Hè. Ja, het zat in verschillende Facebook- en WhatsApp-groepen passeren, dus je gaat het nog wel zien. Ik heb nog een transfergerucht gelezen. Vertel. Van een linksvoetige centrale verdediger. Maar ik denk dat we wel... Ja, nu dat Pacho weggaat, dat er nog wel 100 linksvoetige centrale verdedigers worden gelinkt. Jeremias James. Ja. Dat zal James zijn, want het is een Argentijn. Een 22-jarige Argentijn van San Lorenzo. Dus, ik had het ergens gelezen. Ja, nu heb je het gezegd. Ik heb het ook gezien. Ik had dat zien passeren bij de Hans, denk ik. Die zei de schone naam of zo tegen tweet, denk ik. Juist. Ja, die heb ik nog niet gezegd. Die heb ik nog niet opgezocht. Maar die andere, die een Kouadiou,
Die heb ik al wel. Die speelde in de Emiraten ergens. En ik moet zeggen, dat was wel zo wat Onana-vibes. Zo wat lange benen die had overal tussen vliegen en zo stevig in duel. En, enfin, we zullen wel zien. We hebben ook een oproep gedaan om vragen in te sturen. En er is weer veel reactie op gekomen. Dus merci. Ik zal beginnen op Twitter. Jordi1880, die zegt... Los van cirkelen beginnen we stilaan aan ons ideaal elftal te denken om de finale mee te starten. Hij, voor Jordi, zijn ideaal elftal is Buté, Avia, Pacho, Tobi, Bataille, Keita, Vermeer, Ekkelenkamp, Stenks op de flank, Jansen en Moya. Kerk en Bali zijn eerste invallers. Wat is voor jullie de favoriete elf? Hey, stel, iedereen is fit. Of iedereen die stilletjes terugkomt, is fit. Ik kan mij er perfect in vinden, feitelijk. Ik vind dat het sterkste elftal wat dat we hebben. Mm-hmm. Dus ik denk ook dat het geen kwaad kan voor zo mensen als Kerk en Balikwisha nog achter de hand te hebben. Gerkens zou ik ook graag op de bank hebben dan. Ja, als Miyoshi. Het is natuurlijk. Het zal misschien wat vroeg zijn, maar Miyoshi zie ik toch ook graag terugkomen. Want zo Miyoshi en Gerkens, dat zijn wel... Die kunnen wel, als je die inbrengt... Ik ga dat geen super subs noemen, maar dat zijn wel... Die kunnen wel iets toebrengen, forceren. Of iets veranderen, iets forceren. Ja. Nou, dat klopt. Plus is er ook altijd gewoon heel gretig. Die gaan nooit over dat die nu... Ah ja, zowel Miyoshi als Gerkens, of dat die nu een kwartier of een half uur of een volledige match krijgen, die gaan er altijd wel gewoon voor gaan. Ja, dat is het. Zijn ook allebei zo van die zo brave mannetjes. Zo, allebei zo van die rustige... Allee, lijken mij toch alle twee zo van die rustige jongens. Dus dat is inderdaad volgens mij ook wel... Heeft dat ook wel een beetje mee te maken dat die zich dan zo extra willen bewijzen op het veld. Dat die misschien wat minder op training, zo wat er... Ja, moet ik eens zeggen, de grote man uithangen en te laten zien van, ah, ik ben terug. Maar dat die meer zo in de wedstrijd eigenlijk ja, in een stempel willen drukken. Bij een invalbeurt. Ja. Jarno Voetsvrog vraagt nog... Stenks op de 10, iets lager centraal of op de flank? In een ideale situatie, waar willen we Stenks? Voor mij op de 10. Huh. En Ekkelenkamp daar dan achter? Of Ekkelenkamp naast de ploeg? Ik zie je toch liever in de ploeg. Ja, Ekkelenkamp. Ik vind dat een hele waardevolle speler. Dus, maar ik blijf er wel, ik heb dat een tijd terug denk ik nog eens gezegd, dat ik soms wel het duo Vermeer-Keita te veel vind. Van het goede. Zoiets te verdedigend, te defensief. Dan zou ik liever Vermeer, Ekkelenkamp, Stenks misschien zien. Ja. Ik kan wel snappen wat je bedoelt. Die zijn inderdaad zo... En die durven precies ook allebei niet naar de goal te trappen. En daar heb je met een Ekkelenkamp of een Stenks heb je dat natuurlijk wel meer. Ja. Dus dat klopt wel. Ja. En, ik ben ondertussen door de vragen van Instagram aan het gaan. En ongeveer een beetje zo... We zijn zo wat spelers aan het noemen, behalve met een Stengs en een Kerk huurspelers. Stef DB vraagt van alle huurspelers, wie zou je terug willen zien volgend seizoen, plus hoeveel zou je er max voor betalen? En, dus je hebt Kerk, Stengs, wie huren wij nog? Keita. Dat zijn de belangrijkste, denk ik. Ja. Wat mij betreft, Stengs of Keita, één van de twee. Ja... En voor mij nog meer misschien Keita, omdat dat een jonge gast is. Maar staat dan Youssef niet te veel nog in de weg? Ja, dat wel, maar puur op gewoon de speler zou ik kiezen voor Keita, maar ja, het is wel dik bevolkt daar, dus... Ja. En Bart? Ik zou ook voor Keita gaan... ook voor de simpele reden, veel gaat hij niet kosten.
Want ik betwijfel dat de spelers van Leuven volgend jaar nog een autoverzekering gaan krijgen. Dus dat kunnen wij op ons nemen. Ja. En dan komt Keita onze richting uit. Ja. Maar die verzekering, die vliegt de deur uit, joh. Robbe, ik denk een vraag voor u. Van Michael 420b. Kunnen ze de 2 niet volleggen met de tyfos die ze al gemaakt hebben? We hebben geen tyfos niet meer liggen. Die liggen allemaal in de valbek. Dus, Maar toch niet allemaal, hè? Jawel, jawel. Ik denk dat enkel de laatste nu van tegen Charleroi, dat die nog ergens ligt. Het embleem bedoelt, is dat dat? Ja, zo dat vaandeltje, ja. Ja, vaandel, ja. Die ligt nog ergens. Ja. Het doet me toch een beetje zeer, eigenlijk. Heb je dat zelf niet? Dat je dat, als je dat dan weg... Je hebt daar weken, maanden aan gewerkt en dan werkt dat en je krijgt zoveel complimenten en dan gaat dat de vuilbak in. Ja, ik weet niet. Heel veel mensen zeggen dat, maar ik weet niet, ik kan dat precies makkelijk van mij afzetten of zo. Ik heb dat zo, ja. Als we die, wij laten die ook vaak gewoon liggen en dan na de wedstrijd of zo, dan ruimen de stewards of ik weet niet wie dat juist doet. Die ruimen die dan op, die gooien die in de vuilbak en dan. Ja, ik kan er heel makkelijk afscheid van nemen, ik weet niet. Ja. Dat is te beter. Misschien ook omdat ik dat na zoveel weken gewoon beu ben gezien. Hè, van godverdomme, terug die klote doek. Right. Ja, we hebben de is ook niet vooral gewoon de kick dat die actie lukt. Ja. Dat goed geslaagd is, dat tot op de puntjes goed loopt. Dat iedereen zijn job heeft gedaan. Dat is de hoeken. Ik heb u er al mee bezig gezien. Voor een wedstrijd, dan zat de spanning echt op je gezicht af te lezen. En ja, dat dan alles lukt en dat slaagt en er komen keiveel positieve feedback op. En dan dat vooral de kick is. Nog meer dan hetgeen die een tyfo bijhoudt. Ja, dat is inderdaad juist. En ook gewoon... een beetje uniek zijn. Allee, dat is ook zo een beetje in het wereldje van het ultra gebeuren, zal ik maar zeggen. Is dat ook een beetje het ding van elke keer met iets nieuws komen en eigenlijk niet in de herhaling vallen. En ik begrijp wel dat de gewone supporters zoiets heeft van, dat is mooi, ik zou dat wel vaker willen zien. Maar het is ook een beetje een soort van, ja, ik moet dat zien als een soort van wedstrijd, een onderlinge wedstrijd tussen verschillende groepen. En je wilt altijd overtreffen en met iets nieuws komen. En dat is een soort van spelletje ook, snap je? En ja. Ja, ik snap het helemaal, maar ik zou het toch ook schoon vinden mocht een 2 helemaal vol liggen met jullie kunstwerken. Dus, maar het gaat niet gebeuren, ik weet het. Maar dat is misschien te veel gewicht voor een 2 tegenwoordig. Slaat dat inderdaad niet uit. Wacht, Alan de Bond heeft nog... daar hebben we het in het begin al over gehad, maar gaan we cirkel onderschatten. Ploeg in goede flow met agressief voetbal. Toch maar oppassen. Ja, we hebben al gezegd, dat is een goed ploeg, maar in principe moeten we die wel aankunnen. Denk ik. Is dat een goede samenvatting? Ja, dat denk ik wel. Ja. JJ Ramon, wie is de beste spits? De Denki of Ueda? Misschien ene kopen voor volgend jaar? Ik vind Ueda op deze moment beter. Die speelt ook mee iets meer vertrouwen. Maar ik vond Denki daarvoor eigenlijk ook wel goed. Dus allee, als spits heeft natuurlijk veel te maken met vertrouwen. Hè. Dus als Denki er nu 2 in ligt, dan kan het goed zijn dat hij terug vertrokken is. En u weet dat terug het heeft van... Allee, niet per se. Het heeft van, oh ja, die scoort wel. Maar dat, als hij niet direct terug scoort, dat je zo in een ja, negatief spiraal terechtkomt. En dan... Maar op deze moment kies ik voor u weet dat. All right. En dan denk ik Wart nog een... Robbe, nog een vraag van Wart Zels, u waarschijnlijk wel bekend. Het zou verboden moeten worden dat er mensen in de vierkante paal zitten die niet naar het stadion zijn of niet naar het stadion komen. Is uw broer u gewoon aan het afzeiken in de podcast? Ja. Hij komt hem zelf eigenlijk. Nee, we zijn op familieweekend aan de zee. En het ding is eigenlijk dat wij in het verleden altijd zouden zijn... Ik spreek nu voor mijn eigen, dat ik altijd zou zijn teruggekomen. Maar het laatste jaar is mijn grootvader zo'n beetje... Ja, niet per se super, super slecht geweest, maar toch wel
wat minder periode gehad. En ja, ik heb nu gewoon het ding van, kies nu voor de familie in plaats van in Antwerp. Dan, natuurlijk moesten we nu zondag tegen Club Brugge spelen. Ja, dan zou de keuze misschien wel wat lastiger zijn geweest. Ja. Maar nu zoiets van, ja, weekendje aan zee, paasweekend met de familie. Ja, het gaat deze keer voor, dus... Absoluut. Absoluut, zeker en vast. Ik ben door mijn, mijn thema's hier, ik ben door mijn vragen. Er is nog wel één ding dat ik even moet vermelden, zijn de reclame maken voor ons vierkante paalmagazine, Paal Binnen. Dat komt eraan, naar aanleiding van de bekerfinale, met een hoop interviews, met artikels, met columns, met quizjes, met fun facts, enfin, 50 pagina's dik. Je vindt de bestellink op onze Instagram, op onze Facebook, denk onze Twitter ook. Voor de, website. De website. Voor de luttele prijs van €7 met nog verzendingskosten. Dus mannetjes, doet ons een plezier en koop erin. En als je dan toch bezig bent, like ons dan ook even op de podcast-app. Dan kunnen we volgend jaar terug awards in de wacht gaan slepen. En feestjes gaan bouwen in het casino van Oostende en zo. Ja, ik kan dat deze weekend al doen. Hou het wat in ere daar, hè, Robbe. Man, er niet Toto iets, van Afrika. Ja, ja, Afrika van Toto, want dan worden buiten gespeeld. Ja. Er gillen nog iets, mannen? Nee, niet per se. Helemaal voldaan? Nee. All right. Ah ja, op, volgend op het, de paal bieden. Papa, ik heb voor u al besteld. Hè. Dan moet je niet zitten kloten met je Payconic. Dus bij deze. Papa de Vree kan lezen. Mannen, hartelijk dank om er vanavond bij te zijn. Robben, niet tot zondag, maar tot de week nadien waarschijnlijk. En ja. Bart, waarschijnlijk wel tot zondag. Absoluut. Alright, dan zien we elkaar. Goed, mannetjes, bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Ciao. Ciao.